Hey, leuk dat je kijkt. Ja, vandaag wil ik je motiveren om toch die drempel over te gaan. Ik wil je 3 tips geven om wanneer je een ganse drempel ervaart voor het gaan sporten of naar buiten gaan, te gaan wandelen of die workout. Om je toch die tips en tricks nu te geven om die drempel over te gaan. En dan starten we meteen met de eerste en dat is de waarom. Waarom wil je überhaupt sporten? Ga voor jezelf na. Zet me eventueel op pauze zometeen. Wat is jouw langetermijndoel? Waarom wil je sporten? Of waarom wil je die workouts doen? Is het langetermijndoel dat je in de zomer lekker fit op het strand kan zijn? Of die halve marathon wil lopen? Of een blokje van 5 kilometer wil kunnen hardlopen? Of over het algemeen wat fitter in je lijf willen voelen? Of de ene kledingmaat willen bereiken? Wat jouw langetermijndoel ook is, schrijf die voor jezelf op. En als je die drempel ervaart, ga voor jezelf na. Wat was ook alweer mijn langetermijndoel? En daar hoort eigenlijk ook meteen je korte termijndoel bij. Dus je korte termijndoel is, wat levert het me op de korte termijn op? Op de korte termijn kan het je bijvoorbeeld opleveren dat je meer energie hebt. Dat je na het sporten voldaan bent. Dat je kan denken, maar als ik vanavond terugkom na dat uurtje, half uurtje, anderhalf uur sporten. Dan weet ik dat ik lekkerder in mijn lijf zit. Dat ik weer positiever naar de dag kijk, dat ik misschien wel nieuwe ideeën heb opgedaan, dat ik me beter kan concentreren. Nou, wat dat ook is, hè, je korte termijn doel is wat het je op dit moment oplevert. Dus stap nummer 1, hè, om je over die drempel te halen, is kijk wat je lange termijn doel is, je korte termijn doel. En mijn tweede tip is, ga voor jezelf bekijken wat jou extra motivatie geeft tijdens het sporten. Is dat die mooie schoenen hebben waarbij je lekker kan rennen? Trakteer jezelf op dat ene item of op dat ene matje of op dat ene lekkere t-shirt waarin jij wil gaan sporten. Zorg ervoor dat je een item hebt waar jij blij van wordt. Geef je extra motivatie om die stap te zetten, om te gaan sporten. En komen we bij stap 3. En stap 3 is dat je voor jezelf zegt op het moment dat je die drempel ervaart, ik ga gewoon. Dus al die ja maars veeg je aan de kant. Naast dat je eerst stap 1 en 2 hebt gedaan. Hè? Dus je hebt iets leuks om aan te trekken of je hebt iets waar je blij mee kan zijn. Je hebt een apart hoekje in huis gecreëerd waar jij je workout kunt doen, waar jij rustig van wordt of dat eruit ziet wat jou motiveert. Je hebt gedacht aan je lange en korte termijn doel. En als derde veeg je al die jamaars aan de kant. Gewoon, ik doe het gewoon. Geen jamaars, geen excuses. Ik ga gewoon sporten. Want het is goed voor mijn lijf. Het is goed voor mijn mentale gezondheid. Hè? Daarnaast is het goed voor mijn brein. Kan je beter concentreren, beter focussen. Je besluitvaardigheid verbetert. Dus ga voor jezelf die 3 elementen af. Ik vat ze nog 1 keer voor je samen. Dus als eerste ga je kijken naar wat is je korte en lange termijn doel wanneer je een drempel ervaart. Ten tweede zorg je dat je iets hebt waar je blij van wordt terwijl je die workout doet. Het kan een speciaal hoekje zijn waar je op een matje je oefeningen doet. Dat kunnen die ene hardloopschoenen zijn of net dat ene t-shirt waarin jij heel blij wordt als je die aantrekt en meteen zin krijgt om te gaan sporten. En als derde, al die jamaars aan de kant. Gewoon, ik ga gewoon. Geen jamaars, ik ga ervoor. Geen excuses. En ik hoop met deze 3 tips dat ik jou over die drempel kan brengen. Dus ervaar je weer een keer die drempel. Hè? Dat gebeurt in de helft van de gevallen misschien wel dat je gaat sporten. Neem deze 3 mee. En ja, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Laat vooral ook een comment achter. Ik ben heel benieuwd wanneer je deze toepast, deze 3 tips. Ja, wat dat jou oplevert. En misschien vind je het ook wel leuk om je korte en lange termijn doelen met mij te delen. Ben ik ook heel benieuwd naar. En dan hoop ik je weer bij het volgende filmpje te zien.